Zo rustig, dit is echt een unicum. You want to call? Oké. Oké. Want je had show 9 tickets? Oh, dat nog niet. Op dit moment is het anders op Schiphol. Het is heel rustig. Het lijkt wel een nachtdienst overdag. De mensen die er zijn, merk je toch wel dat ze toch wel een beetje gestrest zijn en veel vragen hebben. Wat gaat er gebeuren? Wat moet ik nu? En daarom vinden we het heel belangrijk dat wij er juist nu voor ze kunnen zijn. Normaal gesproken is het hier bij de incheckbalies een doorloop aan passagiers. Maar zoals je nu ziet, is het nagenoeg leeg. Ook achter de paspoortcontrole is de impact goed merkbaar. Zo rustig, dit is echt een unicum. Dus de schrijvers zelf en anderen tegen de verspreiding van het coronavirus door in rijen een gepaste afstand van andere reizigers te houden. Hi, good morning. Op dit moment gaan er toch nog steeds 600 vluchten per dag. Ongeveer 300 aankomend, 300 vertrekkend. Dus er gebeurt nog wel degelijk van alles hier. Ja. De mensen die nu reizen zijn voornamelijk mensen die weer terug naar huis willen. Dus aankomend zien we heel veel Nederlandse mensen die weer thuiskomen. Vertrekkend zien we heel veel mensen die ook weer terug naar hun huis willen. Yes, we were supposed to fly tomorrow, but they've managed to get us a flight earlier tonight to go back to Heathrow. I know it's chaos everywhere, but chaos at home we can probably deal with a bit better. Yeah. Everybody we've come across. KLM, Schiphol, everybody has been doing their best to try and get people home, which is fantastic. Wir sind froh, dass Amsterdam etwas offener ist. Und am Abend fliege ich nach Basel, meine Schwester nach Frankfurt. Wir haben keine Panik, keine Angst. Wir freuen uns unseres Lebens. In die 23 jaar dat ik al op Schiphol werk, heb ik dit natuurlijk nog nooit meegemaakt. Niemand eigenlijk. Maar het is ook wel mooi om te zien hoe al het personeel toch samen ervoor gaat om passagiers te helpen, Schiphol draaiende te houden. Ja, je merkt echt wel dat het voor heel veel saamhorigheid zorgt. Omdat er veel minder vluchten zijn, zal Schiphol volgende week in afgesloten vorm verder gaan. We blijven nog wel open, zodat er nog wel vluchten kunnen aankomen en vertrekken. Maar ik zal blij zijn als straks alles weer als vanouds is.